Vandaag wil ik je een bijzondere camera laten zien. Zoals je ziet is hij ultra klein. Maar laat je niet misleiden door zijn uiterlijk. Dit is een serieuze camera. Met zijn nog geen 7 centimeter hoge body en een gewicht van iets meer dan een ons, is dit de kleinste camera ter wereld met foto's van spiegelreflexkwaliteit. Hij heeft een lichtsterk 32 mm f1.8 objectief, waarmee je ook in zeer lichtarme omstandigheden heldere foto's maakt. Daarbij helpen ook de ISO-waarden van 100 tot 12.800. Met speciale standen voor 25.600 en 51.200. Verantwoordelijk voor al dat fraais is de 1-inch sensor met 20,2 megapixels. De ideale camera voor bijvoorbeeld musea en concerten. Maar het beste moet nog komen. De DxO1 heeft een Lightning-aansluiting, waarmee je hem aansluit op je iPhone of iPad en zo heel veel extra mogelijkheden geeft. Het scherm van je telefoon of tablet fungeert dan als scherm voor je camera. Natuurlijk kun je hem er ook helemaal mee bedienen, inclusief alle geavanceerde opties die de DxO1 heeft en waardoor hij de functionaliteit krijgt van een spiegelreflexcamera of systeemcamera. De DxO1 heeft heel veel programmastanden en automatische instellingen, maar je kunt ook vrijwel alles handmatig instellen. Wil je even snel een foto maken, dan kun je dat ook standalone doen. Het LCD-schermpje fungeert dan als zwart-witzoeker. Het zal je niet verbazen dat deze camera ook video's kan maken en wel in 180p Full HD met 30 frames per seconde. Kies je voor de halve resolutie van 720p, dan kun je zelfs slow motion video opnemen met 120 frames per seconde met elektronische beeldstabilisatie. De camera slaat de foto's op een microSD op in JPG of DNG formaat. Als je wilt kun je ze ook direct op je iPhone of iPad opslaan. Verder heeft de DxO1 nog het eigen Super RAW formaat, waarbij 4 RAW-opnames achter elkaar worden gemaakt en gecombineerd tot 1 opname met een groter dynamisch bereik en minder ruis. Wanneer je de foto's verder wilt bewerken, dan doe je dat met de gratis software DxO Connect voor Windows en Mac, waarmee je de foto's overzet naar de computer.